tientallen zakken afval die weken op straat liggen omdat Dar het niet kan ophalen. Het is een bekend probleem in de wijk Meijhorst voor de bewoners. Het afval ligt zo lang op straat omdat het verkeerde afval wordt aangeboden of omdat het op de verkeerde plek wordt aangeboden. Gemeente Nijmegen start nu met een pilot om dit probleem aan te pakken. Dit is hoe de straten er vaak uitzien in de wijk Meijhorst in Nijmegen. Zakken met afval die wekenlang op straat liggen, tot grote ergernis van buurtbewoners. Het is onderdeel van een groter probleem. Het verkeerde afval wordt aangeboden en vaak op de verkeerde plek. Maar ook kan de vuilniswagen niet op de ophaalplek komen door fout geparkeerde auto's. De gemeente wil dit gaan aanpakken en start met een pilot. Nou, in Meijhorst was veel probleem met het afval aanbieden, zeg maar. Nu hebben we een tegel zijn we hier gaan leggen met een QR-code erop. Op een aanbiedplek waar je het mag aanbieden, maar ook in verschillende talen. Hier wonen heel veel nationaliteiten, dus misschien is het wel niet voor iedereen duidelijk. Daarom die pilot om te kijken of dit gaat werken. Dat mensen een QR-code kunnen scannen met hun telefoon. Daarop kun je zien de aanbieddag en wat je mag aanbieden in die week. En dat is wel, wij hopen dat dat gaat helpen. Ik ben een tijd geleden hier mee geweest en de oranje plastic afvalzakken die een kilo mogen wegen bij wijze van, die wegen hier 10 kilo of meer. En dan krijg je van als je zo'n zak optilt, scheurt die kapot, valt het op straat, ja, en dan waait het weg. En dan, ja, dat is voor niemand een prettige leefomgeving. Om die leefomgeving te verbeteren moeten de buurtbewoners ook zelf aan de slag. De pilot die gestart is moet meer duidelijkheid geven over welk afval er aangeboden mag worden en wanneer en waar dit wordt opgehaald. Maar dit lost niet het hele probleem op. Het is ook een deel van, hoe moet ik het netjes zeggen? Het is lastig om netjes te verwoorden, want ik ben af en toe best wel boos als ik dan zie van hoe het wordt aangeboden. En iedereen weet dat een bankstel dat je niet zomaar langs de straat kunt zetten en zo allemaal. Dat gebeurt tegenwoordig op steeds meer plekken. Hele huisraden worden er neergezet. Ja, dan denk ik ook bij mezelf, kom op, waar zijn we z'n allen mee bezig? Zorg voor elkaar, zorg voor een schone leefomgeving. Dat is zo belangrijk. De gemeente gaat ook zorgen voor meer handhaving in de wijk. De wijkboa's, zeg maar, die meer op afval gaat controleren en zo allemaal, die zijn er tegenwoordig ook toe bevoegd. Dus dat we zakken die verkeerd worden aangeboden mee kunnen nemen en uit kunnen pluizen met adressen erin en zo allemaal. En dan zullen er uiteindelijk procesverbaal gaan komen. Eerst een waarschuwing en daarna een procesverbaal. Maar het is echt een dichtbevolkte buurt ook hier natuurlijk. En het is vrij anoniem. Bij een flat kun je makkelijk je vuilniszakken neerzetten. En nu hopen we dat dit gaat helpen.